Ja, mijn eerste filmervaring is eigenlijk toen mijn moeder op een gegeven ogenblik mij als baby de huiskamer in droeg. En daar stond mijn vader achter een enorm apparaat waar allemaal verlicht licht uitkwam. En dan zag ik op het witte doek, ik geloof het meisje met de blauwe hoed of zo, verschijnen. Maar ik vond dat zo'n wonderlijk iets. Dat in de huiskamer gebeurde. Maar ik was er al heel vlug bij. Mijn vader die had ook wel de interesse erin. Ze leefde van de bijstand, maar het laatste geld ging vaak toch op in allerlei. Soms kwam mijn vader thuis van een veiling met een Pathé Coq. En dan waren we heel teleurgesteld, want daar kon je geen 35 mm film op draaien. Maar toen ik op mijn 10e verjaardag kreeg ik al een Bing 35 mm projector. En toen was ik begaan met de film. En op woensdag en zaterdagmiddag in de oorlog ging ik de Jordaan in. En dan ging ik allerlei uitdragerszaakjes napluizen of daar 35 mm filmrollen eigenlijk in. Onder het achterhuis eigenlijk op armlengte. En daar zat ik in die Jordaan, al die huisjes zat ik na te speuren. En later kreeg ik ook een projector, maar ik vond dat het licht niet sterk genoeg was. En toen was er een jongen die had bij het Oosterpark, had hij een zolder vol 35 mm films, had hij. En die maakte voor mij een lamphuis voor 500 watt lamp, maar zonder ventilator erbij, zodat de lamp in een minimum van tijd kapot was. Na de oorlog ben ik naar die jongen teruggegaan in het Oosterpark en toen moest zijn zuster me vertellen dat hij doodgeschoten was. Ja, mijn vader. Die liep in 1938 over de Nieuwe Dijk. En daar had je een fotozaak Gemmeke. En daar liet hij zich een 9,5 mm camera aanpraten. Hij kocht de camera voor 30 gulden. En een blikje met Bochet film. Dat waren drie rolletjes van ongeveer 1 minuut elk. En daar heeft hij ons gefilmd, dat we naar het Vondelpark gaan, naar de speeltuin. En dat we naar het Vliegenbos gingen, bij Amsterdam. En de hele familie werd op die 3 minuten vastgelegd. Dat heb ik nu op internet heb ik dat staan. Maar toen was het geld op bij hem en sindsdien heeft hij niets meer gemaakt. Maar in 1947 begon ik zelf een 9,5 mm camera te kopen en daarmee te filmen. En tenslotte werd ik uitgezonden voor een bank voor 6 jaar naar Hongkong. En dat was eigenlijk een klap voor mijn ouders. Mijn vader heb ik nooit meer teruggezien, want die stierf al in een jaar later. Maar ik beloofde om een filmverslag te maken van mijn hele reis. En de reis duurde 1,5 maand naar Hongkong in die tijd. Dus in alle havensteden, in Genua en het Suezkanaal en zo. Heb ik opgenomen. En dat liet ik in Singapore ontwikkelen, maar ze hadden daar nog nooit 9,5 mm gezien. En verschillende filmpjes kreeg ik zwart, kreeg ik die terug. Na een tijdje in Hongkong gefilmd te hebben, ben ik overgestapt op 16 mm Kodachrome. Dadelijk maar het beste. De Chinezen die hadden eigenlijk het geld niet om veel een amateurfilm te doen. En ze zouden het zeker in 8 mm hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk ook geen bezwaar. Maar toen ik in Hongkong was, een jaar of twee,
toen heb ik me ook ingespannen om een amateur filmclub op te richten daar. En we loofden jaarlijks prijzen uit. En ik begon dus ook meer ambitieus te filmen om een prijs te winnen dan in die jaarlijkse wedstrijden. Ik heb een film gemaakt over twee vissersjongens. En wat waarvan één TBC krijgt en zo. Alle complicaties daarvan. Ja, in Japan kreeg ik op een gegeven ogenblik van de ambassade een telefoontje. We hebben hier een echtpaar van der Elske. Die eigenlijk zonder geld op zak een onderkomen trachten te vinden. Ja, ik zei nou laat ze maar bij mij komen. Ik heb nog een logeerkamer. En Ed en Gerda van der Elske die hebben vanuit mijn huis eigenlijk heel Tokio gefilmd. Ook een reisfilm voor de AVRO werd. Elke zoveel weken kwam 10 minuten Ed en Gerda vertellen hoe hun wereldreis verliep. En zij zagen mijn film, ze zeiden, oh, wat zoek jij in die bank? Er is nu een hele nieuwe jeugdbeweging gaande. Dus de hippies, nieuwe filosofieën en zo. Daar moet je bij zijn, dat moet je filmen. En ik heb me min of meer laten overhalen om inderdaad mijn baan bij de bank op te geven. En ook cineast te worden. Professioneel. Maar helaas, daar had ik even weinig succes mee als Ed en Gerda eigenlijk hadden. Ik heb de laatste projectiemiddag 15 jaar geleden gehouden voor Ruud Molleman en mensen van het Filmmuseum. En die stonden er eigenlijk allemaal versteld van hoe goed Kodachrome, waar ik op filmde in de jaren 50, hoe goed dat zich gehouden had. Ik ben in 1955, daar ging ik terug naar Japan. Toen dacht ik nou voor de Nederlandse vereniging daar zou het leuk zijn om even een vluchtige blik op Amsterdam te vertonen. Dus ik middag met een paar Jabolex de stad in. En die film is nu zo beroemd, iedereen kijkt ernaar. Ik was schijnbaar de enige persoon die in 1955 op het idee kwam om op een goed formaat, op een professioneel formaat, de stad vast te leggen. En in de film Bloed, Zweet en Tranen over André Hazes zijn de beginbeelden van mij, van die film, waar je het paleis op de Dam ziet. En dan gaat tenslotte kom ik terecht op de Albert Cuypmarkt. En je ziet een kraan daar. En dan komt een jongetje naar die kraan. En nou, dan gaat de hoofdfilm beginnen. Dat is dan André Hazes. Maar het begin, de inleidende beelden, zijn dan van een film die ik gewoon op een middag geschoten heb. Ik heb bijvoorbeeld er ook op staan, Midget Golf in het Vondelpark. Dat weet ook niemand meer zich te herinneren dat dat ooit bestond. Die verzameling is begonnen in de eind jaren 80. Ik woonde hier met mijn moeder en die wilde geen enkel apparaat hier in de woonkamer zien. Maar toen zij stierf, zag ik mijn kans en toen ben ik gaan zoeken naar de Pathé Baby. En toen had ik zo'n Pathé Baby van Buné gekocht. En toen dacht ik, ja, ik zou nog wel iets willen hebben. Vroeger had ik een 35 mm projector Bing. Toen was ik 10 jaar. En nou ja, dan begint eigenlijk dat te knagen aan je. Dan wil je meer hebben. Dus dan denk je, ja, ik zou dat er eigenlijk ook wel bij willen hebben. Nou ja, zo ben ik steeds weer op. En de jacht interesseerde me ook. Ik wist, ik wilde dat hebben. En ik reisde de hele wereld rond. Ik zette advertenties in Shutterbug,
in Amerika en zo. En, nou ja, zo en ik ging daar regelmatig naar Christie's in Londen. En zo wist ik op het laatst dan wat bij elkaar te krijgen. En je wordt natuurlijk aangevuurd door een vereniging als Fotografica met allerlei mensen die jachten op compleetheid van hun verzamelingen. En je wordt in die jacht meegenomen. Er is geen enkel museum in de wereld die enige compleetheid heeft. Ik heb een lijst, dus dat zijn 3000 camera's en projectoren. Ik heb nog nooit een museum ontmoet. Zoals het Frankfurt Museum en Londen en zo. Die hebben allemaal deelgebieden. Ook AI in Nederland heeft ook deelgebieden. Maar compleet is het niet. Maar mijn specialiteit is ten eerste heel zeldzaam apparatuur. En ten tweede formaten die het niet gemaakt hebben. Edison en Lumière die introduceerden 35 mm. En toen was het ook een verschil in perforatie. 1 of 4 perforaties per beeldje. En later is men uit zuinigheid, want filmmateriaal was kennelijk heel duur, is men de film in 2 gaan delen tot 17,5 mm. Of in 3 delen en 9,5 mm. Om het steeds dichter bij de amateur te brengen. Het amateurgebeuren, dat begint zo'n beetje begin 1900, dan komen er camera's op de markt voor de amateurmarkt. Maar het was natuurlijk duur voor hen, dus men trachtte steeds weer een geniaal concept aan de man te brengen. Maar het zwak van de meeste mensen die een geniaal concept hadden, is dat ze geen geld hadden. En ze werden eigenlijk tegengezet door de grote maatschappijen, Kodak, Eastman. Dus ze kregen eigenlijk geen been aan de grond, ook bij de distributiekanalen. Dus heel veel ideeën zijn gesneuveld en het interesseert me juist om de gesneuvelde ideeën te verzamelen. Ja, ik heb een artikel geschreven. Dat in 100 jaar cinema toen 100 verschillende formaten zijn geïntroduceerd. Ik heb ook bijvoorbeeld 12,5 mm heb ik en 23 mm film. Het is een 23 mm Cinelux. Nou, daar heb ik ook 25 jaar naar gezocht voordat ik zo'n projector had. En nu zoek ik de Spirograph die het op een grammofoonplaatachtig vastlegt alle beeldjes. Maar daar is ook heel moeilijk aan te komen. Maar het is eigenlijk een gestrand idee, want niemand zag er heil in.